Mullen met Wim. Ja, lieve mensen, we zijn weer op tour met Smullen met Wim. En waar zijn we terechtgekomen? Inderdaad, u heeft het al gezien, het Parkstad Limburgstadion. Want het is weer allemaal begonnen. De training, de oefenwedstrijden, de fotoshoot is vandaag geweest en ik weet niet wat nog allemaal meer. We gaan eens even een kijkje nemen achter de schermen bij Rode JC. Eens even kijken met wat mensen praten, wat de verwachtingen zijn voor het komend seizoen in de keukenkampioendivisie. Ja, ik moet er ook aan wennen. Dat bier dat ging toch wat makkelijker. Maar de keuken die zal het ook moeten gaan doen. Kom op, we gaan eens een kijkje nemen. Goedemiddag, goedemiddag. Dag jong. Dag meneer. En de seizoenskaart opgehaald. Altijd hè. Altijd. Achterkompen blijven kompen. Achterkompers blijven kompen. We blijven ervoor knokken. Kompers blijven strijden. Ben je gaan kijken gisteren? Gisteren niet. Niet? Wel tegen KVC. Ook tegen KVC en gaan we tegen VVSC. Oké, nou dat is nou zaterdag. Nou zaterdag. Ja, ja. Nou, dan gaat het wel los, hè? Goed zo. Ben je er klaar voor? Nee. Goed zo. Een van de beste supporters van Rode JC. Jazeker. En hier staat een meneer met een hond. Die hond heet ook Roda. Goedemiddag. Ja, het plakken nog eens. Ja. Wist het? Alles goed? Ja, zeker. En met Roda? Kunt wel goed. Kunt wel goed. Dat zijn de ludie van wat hebben, die positief zijn, die er gewoon achter blijven staan en blijven gleuven. Ik ben van 54 uit. Van 54? Lid van Roda. Je hebt er nog de Pierre Vermeulen zien opkomen. Ja, alle nou. Ja? We kunnen maar koffie drinken. Altijd koffie drinken? Nee, ik heb kampioenschap van Rapid meegemaakt. Oh, dat wordt, mijn papa. Ja? Dat wordt een beetje kling. De moesten van nog het soort. Dan word je gelogen bij de mam, dan gaan de bros. Nee, ik moest van het soort is nog werken. En dan ging we van mijn streek naar de boot. Van mijn streek? Ja. Echt waar? Waar is toen? Och, hier werkt in mijn streek. Hier waar ik aan het werken. Ja, mijn papa is van heel van het station gegaan. Ja. Ja, ja. Want toen doe ik toch. Ja. Vroeger was alles mooier. Als ik straks over zeg, ook vroeger was alles mooier. Maar de jeugd heeft nog een mooi team. Ja. Nee, van Zinders. Van Zinders, hè? Die, ja. In de Roda Fanshop, vergeet speciaals. Ja, het verlengen van de kaart, hè? De seizoenskaart, hè? Jong, heb ik de hand. Dat vind ik klasse. Ja, dat zijn de luiden om wat voor opbouwen. Hè? Blijf gewoon doorgaan, hè? Ja, zeker. We moeten nog in blijven geloven. Ja, en de showers eronder zetten. En gewoon van voren af aan opnieuw beginnen. Uithuilen opnieuw beginnen. Juist, uithuilen en opnieuw beginnen verder gaan. En, ja. En in tijden van nood, dan zie je de echte koempels naar boven komen. Ja. Nee, maar goed. Kaartverlengen, hè? En daarom. Ja, ik hoop dat iedereen dat doet. Dat we gewoon weer een leuke sfeer krijgen. Maar ik denk, als we eenmaal aan het voetballen zijn, dan komt dat vanzelf wel weer. Dat moet goed komen. Dat ik heb er heel veel vertrouwen in. Dus, ja, nou daar. Ik heb de kaart nog steeds, dus wat dat betreft. Hij wordt verlengd, alweer. Dus, alweer. Succes, dankjewel. Ja, en je ziet wel, Rode JC blijft niet stilstaan. Nee, ze gaan ook hier vooruit. Kijk eens. Ja. De PlayStation 4, de Xbox One. Voor je spelcomputer, Roda Skins, van alles en nog wat. Ziet wel, Roda gaat mee in de tijd. En natuurlijk, hier wordt niet de Tour de France mee gereden. Een heuse Roda fiets. Jeel en Schwartz. Kijk eens toch, Kiel. De Roda bel. Alweer een Joel! Misschien wel leuk als ze allemaal zo'n fietsenbel met het stadion innemen. Allemaal bellen. En natuurlijk de reservebank. Ook. In de supporters fanshop staat ook een bankje buiten. Daar gaan we eens even op zitten. En we gaan eens kijken of we nog iemand kunnen strikken die ons nog iets wil vertellen over Rode JC Kerkrade. Maar dat gaat gebeuren, we wachten gewoon eventjes. En u heeft het gelezen achter, laat nooit je peuk alleen. Een Roda spel. Rondje Limburg. Pia, wie heet dat? Wat moesten we doen? Heet dat? Mensen ergeren je niet. Oh, dus ze blijven zich ergeren. Dus ze blijven zich ergeren dan niet. Ja. Was chic, hè? Ja. Dit verandert het spiegel van de auto. Ja, van alles. Hey, is er veel veranderd in het nieuwe shirt? Ja. Ja? Mooier. Mooier? Ja. Meer Roda. Meer Roda, ja? Geel-zwart, ja. Ja. Ik snap dat sowieso vaak niet, ook dat ze dus in de oetwedstrijd altijd een andere kleur hebben. Ja. En terwijl de tegenstander vaak in een geel-zwart speelt. Ja. Dus die moeten van tevuren al die shirts op een tafel gooien en zeggen, wij hebben dat. Ja. Dus dat ze nooit in Boston Cups, wat ooit een keer gebeurd is, bij Vitesse. Ja, daar komen we van. En dan moeten ze met de kleier van de derde elftal van een of andere. Ja, Nijmeester Boys. Van de, ja. Dat wordt het.
Maar de man die wat daar de sponsornaam op stond, had ze kapot gelachen. Ja, ja, ja. Maar is het dan voor plegersrode zijn? Hij wordt goedgekeurd eerst. Ja. En toen niet. Want Vitesse houdt veel zwart op de rug. Nee, ik weet wel, vroeger in de tijd van de zwart-wit televisie. Ja. Dat ze dus eigenlijk weinig onderscheid, als ze dan in een rood met een blauw broek speelden, een rood shirt met een blauwe broek, en de andere spelen in geel met zwart, wat ze zo goed kon zien. Ja. Maar op de televisie zag ze dat niet. Ja, ja, ja. Maar ook met jongens die kleurenblind zijn. Als ook. Hè. Dat is een mooi wit shirt aan. Ik ben eens bij Kortrijk geweest, ja. Dan was ik in de rust. Dat was eerst helft voor het geel tegen rood, en de tweede helft kwam blauw tegen rood. Wie kent dat dan? Er kwam in de binnen, die wordt kleurenblind. Ik kon het verschil niet zien. Hebben ze alles moeten wisselen? Ja. Hebben, ja, ja, die hebben dan loker geworden. Die hadden geel zwart aan. Die hebben toen de gans in het... In een neutraal kleur gespeeld. In het blauw gespeeld. Blauw gespeeld. Dus, wat leuk, jong. Af en toe aan het ook, want dan staan we de kleuren niet meer zien. Maar... Jong, kijk eens, ik heb een vriend tegenkomen. Dag, coach. Wie is het? Ja, warm, hè. Je bent al heel lang bezig, hè? Ik ben nu 3 weken bezig, ja. 3 weken en? Zit er voortgang in? 2 keer gewonnen. 2 keer gewonnen? En je was pas 2 keer gevoetbald? 2 keer gevoetbald. Ik heb een heel jong groepje. 15-jarigen zelfs erbij. Och. Ja, 15, 16 jaar. Hé, hey, maar nu huur ik dat bureau, daar zit in een van dit gebied, in een van Ema, als je gaat. Van Rochon van Ema. Dat moet een hele goeie zijn, huur ik, van Jekerinnen. Ja. Ja, klopt dat? Wat is dat? Een centrale verdediger, ja. Maar ik ken ook rechts op het middenveld doen te vullen. Nee. Alleen centraal achterin. Aha. In noodgevallen op de backplaats. Maar die heb ik bij Willem II 2 jaar geleden weggehaald. Aha. Ja. Ja, jongen, je hebt dat zo weggehaald, hè? Ja. Een paar jaar geleden, de jong wat vrouw wordt. En Gombo. En Gombo. Jim. Maartje Reemans gisteravond, ja, ja. Mitchell Keulen. Jawel. We zijn redelijk op weg. Ja, dus ondanks alles. Nou, dat ben ik blij dat stoer dat ze is. Eindelijk eens een keer eens met een positieve instelling. Pierre zit, ja, veel een beetje tegen, met kaartverkoop. Maar dat heeft te maken met, er moeten namen in de krant komen, de luur moet het resultaat gaan zien. Nou, dan moet in dit soort gevallen moet we niet te snel in paniek raken, hè, Wim? Nee, ik zeg persoonlijk, doog niks. Doog met de winterstop tegen Spaargaat en doog dan de groot versterken voor de nacompetitie. Want kijk, laat die anderen zich maar de tank kapot bieden op het kampioenschap. Nou, ja, we zijn gedegradeerd en dan worden we met een hele hoop zaken geconfronteerd. Ja, ja, dat nou, dan worden ze in eerste instantie met geconfronteerd op de vieze minderheid. Ja, ja. Zo eerlijk moet ze ook zien. Nou, en dan vind ik dat op dit moment dat ze zus wat voor allemaal zien en doen. Ja, toch vind goed ik bezig. Absoluut. En ik zag Basson. Wat verdorie, dat is geen Mickey Mouse wat er rondloopt. Nee, dat is dit. Die van geel naar geel kan spelen. Ja, dus de moet alleen nog een beetje in shape komen. Hè? Ja. Ja, dan mag er. Maar ja, goed, het is toch het wat er. En dan met die 2 jong jongens wat ze achterin ups. De jongen wat van België gekomen is en dat daar al, zou dat toch een aangevulde waarde zijn? Dat moet zich allemaal pakken. Hè. Ja, we moeten nu niet te moeilijk doen. Kijk, komend jaar en zo'n slag elftal heb ze helemaal nog niet. Alleen ik denk dat ze een goede spits hebben. Ja, en die denk ik, die kunt uiteindelijk wel tevoorschijn, omdat ergens ooit wel een zin van de grote boom gaat afvallen. Ja. En als ze er nu heel veel druk op gezet, ik snap dat wel, dat ze een spits nu wilt hebben. Maar van de andere kant... Maar dat is toch wel jaren een beetje het probleem, Biro, dat scorenvermogen? Ja, dat is de vraag. Nee? Ja. Dat is de vraag of dat een probleem is. Ja, maar vroeger... Ik kijk als ze zorg dat ze geen tegengoals krijgt. Je bent gewend, Janis Anastasio, Jonker, Malky, niet te vergeten. Die knalden ze wel altijd van alle hoeken. Maar dat had ze ook verdedigingstoon. Ja, ja. Ik bedoel dat ze kan aanpakken. De stoor begint het eigenlijk. Ik bouw mijn elftal op vanuit de verdediging. Dus. Nou, ik kom dat ik moet ze nu trainen. Nee. Ik ben fix en fertig. Fix en fertig. Ja. Erik, bedankt dat ze me hebben gekald, jongen. Ja. Adieu, hoor. Ja.